Dames en heren, goedemorgen, welkom bij de online lezingen van het Allard Pierson. Nu het museum en de bibliotheek weer tijdelijk gesloten zijn vanwege corona, u weet het allemaal, hebben wij besloten om u toch niet de collectie te onthouden en de leuke dingen uit onze instelling te onthouden. En vandaar dat u kunt gaan genieten de komende weken van een aantal lunchlezingen van mij en mijn collega's over diverse onderwerpen. Vandaag beginnen we met Peter van Straten. Waarom? Omdat we op dit moment een tentoonstelling hebben staan van Peter van Straten, die u dus helaas niet kunt zien. De tentoonstelling heet Misschien valt er wat te lachen. En u kunt zich bij Peter van Straten heel veel voorstellen, maar niet dat er niets te lachen zou zijn. Er valt dus ook veel te lachen. Maar we vonden de titel toch pakkend genoeg en ook een beetje van dat we andere dingen willen laten zien dan alleen maar tekeningen om te lachen. We blikken terug op Peter van Straten. 5 jaar geleden is hij overleden, op 8 december 2016. En we hebben een aantal mensen gevraagd om samen met ons terug te blikken. Daar vertel ik u zo meteen meer over. Maar we duiken meteen de tentoonstelling in. Ik laat u een aantal hoogtepunten zien in de hoop dat u over een paar weken, als we heel optimistisch blijven, live naar kunt komen kijken. Eerst even wat over de collectie van Peter van Straten. We hebben in 2013 contact met elkaar gekregen omdat Van Straten toen van plan was om zijn vader en zoon strips aan onze stripcollectie te geven, te schenken. En toen wij met hem in gesprek raakten, raakten we ook in gesprek over zijn andere werk, zijn andere tekeningen. En dat waren er nogal wat, ongeveer 25.000. En omdat hij niet zo heel erg goed had nagedacht over wat hij daar nou mee zou willen doen, zijn we het gesprek aangegaan en is de conclusie uiteindelijk geweest om het allemaal bij het Allard Pierson onder te brengen. Dat is gebeurd in 2020. Toen is alles binnengekomen bij ons. Met dank aan een aantal sponsoren en fondsen die ons hebben geholpen. En uiteraard de weduwe die een deel van de collectie aan ons geschonken heeft. Die collectie bestaat dus ongeveer 25.000 tekeningen en daarvan zijn 5.500 stroken vader en zoon en ongeveer 10.000 tekeningen dagelijks leven. En het dagelijks leven vader en zoon kennen we eigenlijk allemaal wel. Maar we hebben ook nog een heleboel andere dingen gekregen die veel minder bekend zijn. En dat is natuurlijk wel bijzonder aardig. Onder andere jeugdwerk met dagboekjes die Peter bijhield. Van schoolkampen, vogeldagboekjes waarin hij neerschreef en neertekende wat hij aan vogelwaarnemingen deed in Arnhem, waar hij woonde, waar hij opgroeide. We hebben ook wat andere stripverhalen binnengekregen. Zijn politieke tekeningen na 2010, want voor 2010 zijn ze bij het Persmuseum terechtgekomen. Een aantal opdrachttekeningen, erotische tekeningen, illustratiewerk wat hij in de loop van zijn carrière heeft gemaakt. En uiteindelijk hebben we ook nog wat vrij werk tot onze beschikking gekregen. Maar laten we beginnen bij het begin. De jonge Peter, die als 10-jarig jongetje met zijn broer op stap ging, de bossen inging om vogeltjes te kijken. En hier ziet u zo'n vogeldagboekje waarin hij heel nauwkeurig de vogeltjes tekende. En u moet je voorstellen, ik geloof dat dit dagboek uit 1946 is, dan is hij 11, dat hij dit soort tekeningetjes al maakte. En dat gaat het hele dagboekje door, alle dagboekjes door, het zijn er een stuk of 10 uiteindelijk geworden. Waarin hij dus vogeltjes tekende. En dat heeft hij tot ware kunst verheven. Want toen hij in 1956, nee dat was iets eerder denk ik, ja nee wel, 1956 op schoolkamp ging, toen heeft hij bijvoorbeeld, nee dat was 1951, ging hij op schoolkamp, op een zeilkamp, en toen heeft hij dit prachtige schilderijtje gemaakt van 2 grote sterns. Vooraan in het dagboekje, ik weet niet precies hoe hij het gedaan heeft, het lijkt met pennetjes gedaan en met penseeltjes, maar het is in elk geval echt heel erg mooi schilderijtje, wat hij dus op 16-jarige leeftijd heeft gemaakt. Ander schoolkamp waar hij ook aantekeningen en een dagboekje van bijhield, is dit dagboekje. In dit dagboekje, heel leuk, heeft hij vooral zijn klasgenoten, zijn kampgenoten zeg maar, getekend. En dan heel erg veel benen. Je ziet hier ook het onderste helft van deze tekening. Ook benen uiteraard, maar voor zichzelf heeft hij toch een compleet portret neergezet.
En daarin voel je al, zie je al een beetje de ironische toon die hij later in zijn professionele carrière zo goed en zo vaak heeft gehanteerd. Hij noemt zichzelf hier een bultenaar, een gebochelde met korsten op zijn kop. En nou goed, dat zegt natuurlijk al wel een beetje iets over het in de spiegel kijken en om jezelf kunnen lachen. Wat we bij dagelijks leven en vader en zoon zo ontzettend vaak voor de kiezer hebben gekregen als kijkers en liefhebbers. Een tekenaar heeft natuurlijk voorbeelden. En een paar van die voorbeelden hebben we in onze tentoonstelling dus wat naar voren gehaald. Er wordt altijd gezegd dat dagelijks leven eigenlijk stripverhaaltjes zijn in één tekening. Normaal gesproken noem je zoiets een cartoon. Maar omdat het bij Peter een tekening is met tekst, maar toch altijd ook een verhaal vertelt, is het iets meer, is het een stripverhaal in cartoonvorm. Een van zijn grote leermeesters was Charles Dana Gibson, die in het eind van de 19e, begin 20e eeuw in Amerika een carrière had als tekenaar, als illustrator. En een van de voorbeelden ziet u hier op het scherm. Daar staat onder A Little Story. We moeten even goed kijken wat er aan de hand is. Er zitten een man en een vrouw op een bankje, een jonge man en een jonge vrouw. Kijken allebei een andere kant op, een beetje van elkaar af. Meneer met glaasjes komt binnen. Wat is hier aan de hand? Heel veel mensen denken van ze hebben ruzie of ze zijn het niet met elkaar eens. Nee, kijk eens naar haar linkermouw. Die is geplet. Daar is iets gebeurd. Daar heeft iemand tegenaan zitten schurken. En toen hij de rammelende glazen op de gang hoorde, is hij heel snel aan de andere kant van het bankje geschoven. Zodat niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. Maar we kunnen ons er van alles bij voorstellen. Haar zit ook niet meer zo goed in model. Kortom, een verhaal in één tekening. En dat is wat bij Peter later tot ware kunst is verheven. Een ander grote tekenaar, bekende tekenaar die we in Nederland ook heel erg goed kennen, is Joost Spier. En Joost Spier is de tekenaar van de leegte, van de paar lijntjes, in een paar lijntjes iets neerzetten. U ziet hier een schilderij, dat heet het Suezkanaal. En je ziet vooral heel erg veel lucht en woestijn en water en heel in de verte een bootje en aan beide kanten de oevers die in de verte perspectiefisch zeg maar verdwijnen. Dit heeft Peter ook heel erg vaak gehanteerd en Peter staat bij zijn collega's ook bekend als de man die met een paar lijntjes al iets kan vertellen, al iets kan neerzetten. Goed, we gaan terug naar zijn professionele carrière. De eerste 10 jaar van zijn carrière heeft hij vooral rechtbanktekeningen en reportagetekeningen gemaakt voor het Parool. Maar in 1968-69 begon hij te experimenteren met een strip die uiteindelijk in 1970 met alle geweld, met volle kracht zeg maar, van start ging, Vader en Zoon. En we hebben vervolgens 18 jaar lang die vader en zoon verhalen kunnen volgen. Dit is een voorbeeldje uit 1983. Maar we hadden net zo goed een voorbeeldje uit 1974 kunnen nemen of elk willekeurig jaar. Ze zijn allemaal steengoed. Ze zijn allemaal to the point, grappig. U ziet ook weer niet heel erg veel tekenwerk om een leuk verhaal te vertellen. Overigens is dit dan nog een stripverhaal in 4 plaatjes. Ook dat was vast. 4 plaatjes, een vast schabloon om die verhaaltjes zeg maar, te kunnen vertellen. Vader en Zoon was niet de enige strip die van Straten tekende. Hij heeft ook hele beroemde politieke strips gemaakt die vooral begin jaren 80 succesvol waren. En dat ging dan bijna altijd over een van zijn populairste en een van zijn leukste onderwerpen, Dries van Acht. Dries van Acht was een heel dankbaar onderwerp voor Peter. Hij heeft echt de cartoons tot in de perfectie kunnen bereiken bij Van Acht. Ook bij Lubbers trouwens. En Wiegel en Den Uyl komen ook vaak voor, maar het is toch eigenlijk heel erg veel Van Acht. En Van Acht zelfs zoveel dat Dries de Betonnen, in dit geval een kruistocht, gaat beginnen. En u ziet hier dat de opzet van de pagina een beetje rommelig is, niet heel klassiek strip. Dat komt omdat Peter dat niet heel erg goed kon. Hij kon niet in kadertjes werken en in vaste stramine werken bij strips. Behalve bij Vader en Zoon, waar dat er natuurlijk op een gegeven moment ook een gewoonte is geworden. Maar bij deze strips zie je dat heel anders werkt. En met name ook, je ziet dan, ik heb even een uitsnede gemaakt van rechtsonder op de pagina. Als ik die wat dichterbij haal, dan zou u, als u heel goed kijkt, kunnen zien
dat het een plaatje, een apart plaatje is wat uitgeknipt is en op de pagina geplakt. Hij monteerde als het ware zijn strips. Hij maakte aparte tekeningetjes, monteerde ze op een pagina, plakte ze op een pagina en zorgde dat het in elkaar paste. Maar het zijn dus nooit vaste opgezette pagina's. Dat zie je ook bij een strip die hij voor de PEP heeft gemaakt, een jongenstijdschrift. Dit is een poging die hij heeft gedaan in de loop van de jaren 70. Dit is, u ziet dat onderaan ook staan, PEP, het afleveringnummer. Dit is Llewellyn Flint, een mysterioloog. En daar heeft hij drie verhalen van gepubliceerd. Waarin Llewellyn Flint een soort detective in het Victoriaanse tijdperk. Met heel veel archering en zo. Dus dat waar Peter heel sterk in is. Veel zwarte tekeningen, duistere tekeningen. Maar ook hier weer dus dat monteren van die plaatjes. Niet kunnen werken met een vaste stramien. Hier hebben we ze dan, de twee grootste schurken uit de Nederlandse politieke geschiedenis. Althans, zoals Peter ze afbeeldt. Links heeft u uiteraard Ruud Lubbers herkend en rechts Dries van Acht. Dit, wat ik al zei, dit zijn zijn grote helden eigenlijk als het aankomt op politieke tekeningen. Maar hij maakt ook hele andere soorten politieke tekeningen. En dan komt de soberheid van Joost Spier weer om de hoek kijken. Op deze tekening ziet u dat hij met heel weinig middelen heel erg veel vertelt. Ik weet niet precies waar die 3% op slaat, maar dat zou inflatie kunnen zijn of een bezuiniging of noem het maar op. U ziet het, een messenvork en een schilletje, wat schilletjes en een bordje en je hebt een politieke boodschap. Dit is waar collega's hem zo ook om bewonderen. Bijna niks en toch heel veel zeggen. Dagelijks leven, die herkennen we allemaal, die tekening kennen we allemaal, omdat van dagelijks leven ook zeurkalenders worden uitgegeven waarin u elke dag van het jaar een situatie kunt zien. Peter heeft dagelijks leven heel erg lang getekend, net zo lang als dat hij vader en zoon heeft getekend ongeveer. Er zijn in onze collectie zo'n kleine 10.000 tekeningen terechtgekomen, maar ook hier ziet u, op deze tekening met name, dat het niet altijd in één keer op papier komt. Dat wordt vaak gedacht van Peter van Straten. Er is wel eens een vergelijking gemaakt met Mozart. De compositie was al klaar en hoefde alleen nog maar uitgevoerd of op papier gezet te worden. Bij Peter is dat misschien best wel eens zo, maar echt niet altijd. En hier zie je bijvoorbeeld op de tekening daar onderaan, er is wat geplakt en met plakkertjes is de tekst wat gecorrigeerd. Kwam toch niet altijd in één keer goed. En dat is het leuke aan de tentoonstelling, dat we dat kunnen laten zien. Dat je de correcties ziet, ook in de tekeningen zelf, dat je wat schetsen ziet. Het is echt niet altijd in één keer pats op papier en klaar. Nou, hier hebben we nog zo'n typische, ik zal zeggen, wat meer seksistische grap, die je ook heel vaak ziet bij Peter. Dus een van de thema's in de tentoonstelling is de mannelijkheid bij Van Straten. Daar veegt hij de vloer behoorlijk mee aan met die mannelijkheid. Mannen komen er, zeker mannen in het zakenleven en op kantoor, komen er heel vaak niet zo heel erg goed van af. En de mannen buiten het kantoor, buiten de kantoortekeningen, buiten de kantoorsfeer, zijn over het algemeen sukkels. Dus voilà, de man in, ik zal maar zeggen, in een aantal situaties neergezet. Een andere rubriek die ik straks in het begin noemde, zijn de erotische tekeningen. Daarvan hebben we een flink aantal in ons bezit. Het Rijksmuseum heeft ooit 50 erotische tekeningen van Peter van Straten gekocht. Omdat hij daar ook wel bijna de perfectie benadert met zijn tekenwerk. U zou ze daar eens moeten gaan bekijken. Ik weet niet of dat zomaar kan, maar u kunt altijd bij ze informeren natuurlijk bij de collega's van het Rijksmuseum. Bij ons kunt u ze in elk geval sowieso wel opvragen. Hier ziet u een schets. U ziet ook wat uitgegumde potloodlijntjes. Deze tekening is overigens nooit afgemaakt. De schetslijnen zijn hier en daar wat geïnkt. Maar ik denk dat hij op een gegeven moment dacht van nou, dit lukt niet of dit komt niet goed uit de verf. En is ermee gestopt. Dat kan niet gezegd worden van deze tekening, want deze is gepubliceerd in Lust, een van zijn erotische boeken. En deze is absoluut heel goed gelukt. En voor Lust heeft hij ook een aantal van die tekeningen deels ingekleurd,
om bepaalde dingen te accentueren. We laten deze nog niet te lang staan voor de wat jeugdigere kijkers. Nu gaan we, dit zijn tekeningen die we scharen onder het illustratiewerk, vrije werk. Dit is een illustratie die hij zelf spontaan heeft getekend omdat hij hem wilde tekenen, omdat hij een verhaal wilde vertellen. Een verhaal dat heet Een jongen en zijn boom. Het is een soort jeugdherinnering, althans daar hangt het mee samen. Het gaat over een jongen die ergens een boom in de natuur ontdekt en bevriend raakt met die boom. En dan op een gegeven moment te horen krijgt dat er iets met die boom gaat gebeuren. En dat doet hem heel erg veel verdriet. Dat boek is dus geïllustreerd met hele erge mooie tekeningen. En dit is een van de tekeningen die u kunt zien. In de tentoonstelling hangt er nog één, die is zo mogelijk nog mooier. En we hebben verder ook wat van die tekeningen in ons bezit. Komt dat zeker zien. Want dit is echt het werk waarvan je denkt van ja, het was niet alleen een vakman, een ambachtsman, het was ook een kunstenaar. Wat Peter ook heel vaak deed op de achterkant van tekeningen is schetsjes maken, droedeltjes maken, oefeningen. Kijken van hoe ga ik dit doen, de situatietjes. Hier wil hij blijkbaar ruziende mannetjes afbeelden. Linksonder ziet u ze staan, rechtsboven ziet u ze alleen, ik zal maar zeggen, met het borststuk van hoe ga ik dit doen, hoe ga ik hiermee aan het werk. En dat aan het werk zijn en dat uitproberen kunt u ook op de tentoonstelling zien, want we hebben een aantal tekeningen zo opgehangen dat u zowel de voor- als de achterkant kunt bekijken. En dan ziet u dat hij die achterkant heel vaak gebruikt. 1 op de 5 tekeningen hebben we uitgerekend, werd gebruikt om dingen te oefenen, uit te proberen. Dus ook dat is heel bijzonder en dat is natuurlijk ook wat je nooit op een zeurkalender of in publicaties ziet. Die achterkant, dat is altijd heel erg spannend. Ik vertelde u aan het begin al 25.000 tekeningen, hoe ga je daaruit kiezen? Moet ik dat nou wel zelf doen, heb ik me afgevraagd. En in gesprekken met mensen die bij de tentoonstelling betrokken waren, viel al heel snel het oordeel van nou, misschien moeten we een aantal gastconservatoren uitnodigen. Ik ben aan de tafel gaan zitten met de weduwe, met Els Timmerman, en we hebben gevraagd van welke mensen hadden iets met Peter, zijn geïnspireerd door Peter, hebben met hem gewerkt, hebben hem bijzonder bewonderd, hebben iets met hem te maken gehad op de een of andere manier. Daar kwam een aantal namen uit en daarvan hebben wij er 8 geselecteerd, waaronder de weduwe zelf. En dit zijn die mensen. U ziet linksboven Yvette van Boven, de culinaire journaliste en tv-presentator. U kunt nu op dit moment een serie van haar zien op tv. Daaronder Johan Frets, Parool, columnist en een jonge schrijver. Daaronder Gerrit de Jager, stripmaker, striptekenaar. En dus in zekere zin een collega van Peter. Middenboven ziet u Willem van der Does, klinisch psycholoog, hoogleraar psychologie in Leiden, die Peters tekeningen heel vaak gebruikt bij zijn colleges en in publicaties. Daaronder Saskia van Loenen, NRC-journalist, vogelaar. Zij heeft een keuze gemaakt uit de erotische tekeningen. Daarnaast ziet u Peter en Els samen op de foto staan. Rechtsboven dan Maaike Meijer. Die literatuurwetenschapper is van oorsprong, maar die op een gegeven moment een beetje ook zich is gaan bezighouden met genderstudies. Zij heeft de mannelijkheid van Peter aan de kaak gesteld. En tenslotte rechtsonder met Kat, Floor Rieder, illustrator en ontwerper. En zij heeft gekeken naar Peter als illustrator. Het illustratiewerk wat hij heeft gemaakt, wat eigenlijk ook altijd bij publicaties van anderen, dus ik zal maar zeggen, min of meer opdrachtenwerk wat hij heeft gemaakt. Dat is ook heel bijzonder, want dat wijkt toch wel tamelijk af van vader en zoon, dagelijks leven en dat soort werk. Tot slot moeten we het nog even hebben over de titel van de tentoonstelling. Die hebben we natuurlijk niet zelf bedacht. Daar kwam Peter mee. U ziet hier 2 mensen naar een mortuarium lopen en in de verte turen. En die man zegt, ze hebben duidelijk geen zin. En dan zegt die man van, ah, weet je, misschien valt er wat te lachen, Suzanne. En toen ik die tekening zag en die titel las, toen dacht ik van, ja, dit is precies de titel die we voor onze tentoonstelling nodig hebben. Een beetje, ik zal maar zeggen, een beetje tongue-in-cheek. Je weet wel degelijk dat er wat te lachen is. Maar we moeten de mensen ook een beetje zien te prikkelen. Nogmaals, u kunt nu nog even niet komen kijken, maar we hopen toch dat we binnen een aantal weken weer
toegankelijk zijn, zodat u wel naar de tentoonstelling kunt komen kijken. Ik kan me voorstellen dat mijn verhaal een aantal vragen oproept. Zoals gezegd, u kunt helaas nu niet persoonlijk langskomen om de vragen te stellen. Maar doet u dat dan vooral wel door te mailen naar communicatie@allardpierson.nl. Dan komen die vragen uiteindelijk bij mij terecht. En dan rest mij u te bedanken voor het kijken. En u te vertellen dat elke paar dagen een andere lunchlezing, u kunt hem natuurlijk kijken op elk moment dat het u zint, dat er een aantal lezingen dus de komende dagen nog elke paar dagen zullen worden gepubliceerd, zodat u toch een beetje voeling met ons kunt houden en dat u straks staat te popelen om weer naar het Allard Pierson toe te komen. Bedankt voor uw aandacht.